vertel. Het is 2022 voor jullie. Voor ons is het nog 2021. Maar we nemen er zin in. Ja, we hebben er wel zin in. Neem de video alvast van tevoren op. En hoe kan ik mijn YouTube-kanaal beter beginnen in 2022 met een sushi mukbang? Ja, met een sushi mukbang. Nou, helemaal gezellig. Het is voor ons nu eigenlijk derde kerstdag. Ja. Dus we hebben ook wat leuke cadeautjes voor elkaar wat we gaan geven in de video. Dus het wordt helemaal een feestelijke video. En heel veel trek. Dus ja. Ik heb de sushi van Neko Sushi. Dus thanks to you. Cheers. Jongens, cheers op een gelukkig 2022. Ja. Hoorde je leuk dat nagelamp? Ja. Heerlijk weer. Nou, we hebben echt super veel lekkere sushi gekregen. Echt, I love it. Vorige keer ook hiervan. Ja. Ik heb hier heel veel zin in. Maar... heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook zeker niet te supporten door op YouTube kanaal te abonneren. En wil je nou meer van ons zien? Volg ons dan op Instagram. Yeah. Hey, nog een thumbnail. Ja, ook nog. Oh, daar zijn we altijd goed in. Eet ze mee, hè? Oh, eet smakelijk. Het is echt, hoe laat is het? 2:30 of zo? Mm-hmm. We hebben echt bijna nog niks gegeten, dus... Mm-hmm. Tijd voor zo'n sushi. Voor mij? Oh nee, ik wil zeggen voor mij, die heb ik het lang niet op, maar ik heb het eerst avond nog op. Nina gisteren nog. Mm-hmm. Ah? Mm-hmm. Ik ga kaas eten. Maar Nien eet zoveel sushi. Ik ken niemand die zoveel sushi eet als jullie. Nee. Maar jij eet het ook op zondagmiddag met Daan. Ja. Ja, dat is onze standaard kater. Wij gaan dan naar de Mac. Ja, echt hoor, jezus. Maar de Mac vind ik ook wel goed hoor. Ja. Maar eindstand daarna voel ik me niet veel beter. Nee. Met nee. Zo'n kater. Dat wordt dat eigenlijk... kan nog beter naar de snackbar gaan. Ja. Ja. Mmm. Heel lekker. Deze worden voor mij ook benieuwd naar die. Mm-hmm. Ja, ik ben ook heel benieuwd naar die zalm. Die is lekker van deze ziet er ook goed uit, de avocado. Is dit komkommer? Mm-hmm. Oh, daar ligt het ook. Dat is nou komkommer. Wij gaan nou echt eerst even aanvallen, van. Want mm-hmm. Ik kan niet. Even eten. Oh. Ja, we dachten we gaan het in deze video gezellig over kerst hebben. Lekker mm-hmm. In de feesttijd blijven. We zien helemaal feestelijk uit. Ja. Hoe we uit de nieuw gaan. Ja, wat we met uit de nieuw gaan doen. En natuurlijk nog die cadeautjes voor elkaar. Ja. Mm. Oh, wat een leuke vlog dit. Mm-hmm. Deze week voor jou. Parijs. Parijs, uit de nieuw. Ja. Waarmee zin? Heb je lekker zin in Parijs? Fuck, lekker deze. Is die pittig? Ja. Ja, dat dacht ik ook. Ja, ik heb fucking zin in Parijs. Ik kan het niet beseffen. Nee. Ik valt helemaal uit elkaar. Dat is niet normaal. Ik vind dat we ook een keer met z'n drietjes erin moeten gaan. Ja. Parijs. Mijn moeder komt net terug. Niet zo ja, ja hoe ik heb het gisteren niet gevraagd. Hoe is het daar? Ja, ze zegt het is gewoon nou, precies hoe wij eigenlijk dus durven ervaren. Precies, alles open gewoon. Alles open. Tot laat. Maar ik weet niet hoe ja, we gaan natuurlijk niet uit. Nee, dus maar ik ga ook niet echt uit. Nee, maar ze kon gewoon lang uit eten. Mm. Mm-hmm. Ja. Het was gewoon gefoto's in de vrouw. Mm-hmm. Ja. Ik vind het zo leuk om voorbij te zien komen dat je dan ja. Nog heel veel lol hebt. Ja, maar schattig. Ze zegt het wel ook, ze zijn wat strenger hier daar dan met die mondkapjes. Ja. Net zoals in Düsseldorf. Ja. Maar voor de rest gewoon super chill. Ja, kijk, daar ze zijn je moet echt wel weer uitleggen voor die mensen die... We zijn er heel erg dat straatgeld verdienen, weet je wel. Mm. Achter je reet aan lopen en ja. Gedichten gaan lezen. Oh ja. Ze zegt daar moet je echt gewoon... Dat is gisteren ook heel erg. Oh. Ja, daar moet je echt een beetje hard voor zijn. Dan moet je gewoon doorlopen hoor. Want, ja, klopt. Maar weet je nog, ik heb zo'n kleine ja. Kinderen die mm-hmm. Niet die vallen gewoon aan. Ja, die waren gewoon aangevallen door een kind. Was zo'n best wel een jong meisje. En die ging ineens me helemaal knuffelen. Maar ja, je bent niet snel bang voor die jonge meisje, maar het was een soort eng. Ja. Dat iemand zo in je aura komt ineens. Nee, maar ze kwam nog zo afgezet. Zo. En ze pakte me gewoon vast van, koop dit of zo. En ik dacht van, ik was ook echt van, blijf van me af. Ja. Ga weg. Ja, ik was helemaal, ik denk, wat is dit joh? Maar het is daar gewoon heel normaal, al die jonge mensen over straat en zo. Klopt. Je ziet alleen maar kinderen gewoon om 2:00 s'nachts hangen op straat. Dat is baby's. Niet normaal. Ik vind dat echt niet baby's, baby's, ja. Die moeder met die baby. Oh. Maar jij zit alleen thuis om die honden. Zielig. Ja. Op die honden. Ik vind dat echt sneu. Ik ga deze doen. Ja, zo. Ik ook. Ja, Parijs is natuurlijk wel gewoon... Rome was er ook geweest met No. Ja. Echt de liefdesstad. Is heel leuk om met je vriendjes te zijn. Ja, super leuk. Maar ik vind het ook wel leuk om met jullie even een keer stad te gaan. Ja, dat is ook echt een girls trip. Ja. Ja. Je kan ja, er maar twee keer naar Valencia of zo. Je kan er twee keer mee omgaan. Ja. Ja, want dat is die, hoe heet ze nou? Noor. Mm-hmm. Die is daar met de Bachelorette heen gegaan. Mm-hmm. Als noem je dat ook weer vrijgezellen. Ja, ik zag het inderdaad. Ze had er echt veel over geplaatst. Ik werd helemaal jaloers. Dat was wel heel goals hoor, haar bruiloft was niet normaal. Helemaal tegen de puntjes geregeld. Ja. Zo, dit is echt van... Ik eet het nooit. Ik ook niet.
valt mm. Dus het eet niet heel handig. Nee. Niet heel handig, dat ding is een halve meter. Zo. Ik vind het wel lekker. Mm-hmm. Het is echt wel een grote maaltijd. Jongens, dit is, hier had ik zin in. Ik ook. Niet normaal. Eikker sushi. Nee. Ik zit ook zo te noemen, dat is niet normaal. Gast, dit is overal. Oké, hoe gaan we die cadeautjes aanpakken? Ja. Hoe gaan we dat doen? Ik moet er even bij zeggen dat wij niet alles er binnen. We hebben het zeg maar ook 3 dagen geleden verzonnen. Klopt. Dus. Maar in Düsseldorf en dan ben je zeggen we, oh, we gaan echt kerstproducten voor elkaar kopen. Nou. Ja, uiteindelijk zeg maar gewoon ja. Beetje laat. Het is een beetje laat. Ik had al wat voor jullie trouwens. Ja. Dat is dit. Ik wil trouwens met 1 ding beginnen. Maar we moeten zeggen, we hebben 4 dingen verzameld. 2 dingen zijn niet binnen. Maar die zetten we wel vast in beeld. We weten wel wat we hebben. Oh, leuk. Nou. Ik ben weer veel te onvoorbereid voor deze. Ja. Hij is veel te onvoorbereid. Dat ben je nog niet. Nou, maar dit vind ik... Nou, jullie hebben het nog niet eens open. Ja, maar ik vind het wel leuk. Nee, het is niet persoonlijk bericht. Nee, maar ik wist al dat je dit had. Maar dit is amazing. Allebei een ander. Echt groene voor een naam, blauw voor een ding. Oh, dat is echt te passelen. Ja. Wat had jij voor haar? Ja. Gewoon een soort licht roze. Ja. Veel geluk en vrede, veel liefde voor wat elkaar. Liefde, ik vind het heel persoonlijk zo'n foto. Leuk. En die video, ja. Ik wil het zien. Zullen we het nu doen? Ja. Ik wil doen. Moet jij vinden? Ik heb een foto niet hoor. Ik wel. Echt wel heel lang geleden. Dus de kaart. Verrassend, zeg. Maar jij hebt dezelfde video? Ja. Oh, dan kan ik wel gewoon met Anne kijken. Nou, dit is toch leuk. Kut, zo, kijk. Ja, gelukt. Ah, ik vind het zo schattig. Ja, maar dit is zo... Oh, moet je dat liedje erachter laten zien van wat we allemaal meegemaakt hebben. Hoe leuk dat is. Ja. En in 1 jaar, hè. Besef je dat in 1 jaar. Ik wil ook echt een compilatie maken van 2021. Ja. Dat is echt leuk. Ja. Want we hebben buiten ik was zo grote tijd wel gewoon nog echt leuke dingen gedaan. Ja. Veel ondernomen, veel... Ik was echt een van mijn leukste jaren. Ik zweer het. Ja. Maar we kennen elkaar. 1 jaar. Nou, sinds net voor. Met Niende verjaardag net wel. Net voor Koningsdag. Nee, met Niende verjaardag ging wel het weekendje weg. Was dat ook al voor Koningsdag? Ja. Dat was maart. Maart. Oh. Dus maart. Ik denk vanaf februari dat we bevriend werden. Ja. En dat ging heel snel. Toen waren we elke keer samen. Ja. Toen waren we met S natuurlijk naar Veluwe geweest. Superleuk ook. Dat was ook echt leuk. Maar het voelde al best wel. Heel lang geleden. Lang geleden. Maar dat we een heel ander soort vriendschap hadden toen. Ja. Laten we ons eerst een cadeautje van Sarah geven, Jan. Daar. Ligt die hier? Zijn deze twee? Ja. We hebben het in 2 tallen gekocht eigenlijk. Ja. Dus ik en Anne voor Nien, ik en Nien voor Anne en Anne en Nien. Er zijn dus 2 cadeautjes voor Sarah nog niet binnen. Dat vind ik jammer. Maar... Ja, dat is wel jammer. We gaan het wel vertellen. Maar vertel het gewoon, laten we zien een beetje hoe het gaat. Even lekker video zetten. Ja. Leuk cadeautjes, meiden. Helemaal leuk. Ik vind het heel leuk om cadeautjes te geven. Ja, ik ook. Niet normaal. Om iemand gewoon blij te maken. Oeh. Want Sarah en ik waren op zoek naar de... Maar ik ben ook nog naar die andere Sephora geweest. Dat is ook dus. Wij wilden dus de lippump van Dior. Ja, maar deze is misschien precies hetzelfde. Ja, dit is van Too Faced. Ik heb het toen nog gevraagd. En toen hadden ze hem niet. En dan bij die andere hadden ze hem ook niet. Dus dacht ik, nou, dan gaan we. Maar dit is geweldig. Want... Die, uiteindelijk is die Dior helemaal niet de plukbaar. Ja, maar, dit is dus een... Ja, hier kan je me echt geweldig blij mee maken. Ja, dit is gewoon fucking is wel mooi. Extreme. Dit is die Essence, ding. Maar dan plump. Ja, ik ga het hier nog doen. Ik denk dat je het echt mooi ook als je hem zo van buiten maakt. Prikt helemaal. Ja. Goed. Gaat tintelen. Echt? Daar zul je uitproberen. Wat zit hierin? Oh, er zit zalm in. Ja, heel lekker. Zalm. Oh, dat vind ik heel leuk, Mijne. Geweldig. Dat is wat je wilde. Dus ja, dit vind ik geweldig. Met alles wat make-up kan je me trouwens bij je maken. Ja. Maar je hebt gewoon ook al best wel make-up dingen. Dus maar niet echt dure merken. Nee, maar wel dingen die gewoon echt wel goed voor jou zijn, zeg maar. Heel moeilijk om dan... Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik ben altijd heel tevreden over eigen producten. Ja. Zo, ik vind het echt lekker, heel die wijn. Ja? Gaat er wel in? Maar ik geniet ook echt van die sushi. Ja. Ik wist niet dat ik hier zoveel zin in had. Nee. Oh, lekker boni. Ja, moeten we die even in het midden? Een beetje in het midden? Zo, dit is een groot stuk. Ja. Zo nigiri, dat is echt bizar. Van een halve zalm. Oh. Ja. Ik wist ook helemaal niet waar Neko zat. Nee? Daar was je vorige keer mee. Dat hebben jullie met z'n 2 gehaald, volgens mij. Dat was wel mee. Nou, was gewoon mee, maar...
Waar heb jij niet een auto gehad? Ze zegt ook, waar zijn we nu eigenlijk dan? Toen jullie binnen zaten? Ja. Nee. Hoe zijn we nou eigenlijk afgeslagen? Maar dat komt omdat zo, we zo zitten kletsen. Echt? Ja, dat is fucking goed. Ik ben echt benieuwd. We gaan botox, dikke botox. Ja. Heel vaak op TikTok dat soort dingen voorbij komen. Mm-hmm. Het werkt ook gewoon echt. Ja. Een soort natuurlijke... Plump. Gewoon een plump. Plump, ja. Ja. Plump. Ja. Plump op. Dat is plump up. Hoe was jullie kerst? Ja. Ach. Leuk. Ja. Gewoon gezellig, met familie, lekker met Stan. Lekker eten. Ik had echt een leuke kerst. Wij ook. Het ging wel heel snel of zo. Mm-hmm. Ja, ik vond het ook heel snel, want eigenlijk heb je de hele week uitgekeken naar het weekend. Ja. En ik vond het eigenlijk niet leuk dat het een weekend was. Nee. Dat vind ik stom. Ik krijg ook. Maar het was wel heel leuk verder hoor. Ik heb toch eerst bij Stans ouders gegeten en toen bij jou toch? Ja. En gisteren met de Stans familie. Leuk. Dat was ook wel leuk, ja. Mm-hmm. Zag je ons zitten vanaf de weg? Het is wel een heel open raam vanaf achter. Dat was te ver. Ik kreeg vuurwerk aan. Mm-hmm. Schat, dat is echt Marco, Stans vader nu. Jij maakte een filmpje. Ik denk dat de stammer was Jesper. Ja. En ik was gewoon hem toen je iets dichterbij ging. Dacht, oh, dat is Jesper. Maar het is niet normaal hoe die op elkaar lijken. Het is echt niet normaal. What the fuck? Maar dan... Ik raak gewoon helemaal in de war. Ja. Moet je zorgen op elkaar lijken. Maar Stan heeft toch wel iets volwassener natuurlijk. Ja, maar alsnog. Hij heeft ook een soort dezelfde kledingstijl. Ja. Ze dragen ook een soort dezelfde kleding. Dus dan... Hebben ze ook dezelfde lengte een beetje? Ja, toch? Ja. Maar het is ook, Jesper draagt al Stans oude kleding ook. Mm-hmm. Dus soms denk ik, is dat... Dat is die Stans trui. Ja. Jesper is trouwens een broertje van Stans. Ja. Maar... Het lijkt echt extreem. Ja. Ja, wij hebben zaterdag nog een feest gehad. Dat was eigenlijk wel ons kerstfeest met al onze vrienden. Ja. Ja. Was heel gezellig. Dat was de eerste kerstavond. Ik heb een gat in mijn knie. Eerste kerstavond, ja. Saar is gevallen, zo snee in de knie. Zo'n lompe doos. Had eigenlijk gehecht moeten worden, maar ja. Er zat hakken aan, het was al glad op de grond, het was gewoon helemaal kut. En het gebeurde en je had echt Nina en mij op moeten zien. Ja. Er stond echt zo van, nee. Heb ik echt gewoon een teleurstelling. Ja. Zo van, waarom? Ja. Ik heb alleen jou overkomen. Ja. En dan sta jou omhoog helpen. Ja. Maar het zat wel echt ook echt een nare sneeuw hoor. Ja. Een beetje drank, Pepsi ziet er altijd uit van, het valt al mee. Toen de volgende dag foto's stuurde, dacht ik echt, wow. Oh, shit. Ja. Dat was echt wel heftig aan gedacht. Mm-hmm. Maar we konden ook niet zoveel doen. Vanavond. Nee. Iedereen is dronken, dus iedereen, ah joh. Maar het is best wel heftig. Ik voelde het ook niet echt of zo. We gaan wel kruisen. Dat is het. Jij zei gewoon, ik was aan het schoonmaken, dus dat doet pijn. Nee, ga maar door. Nee, ik ben gewoon op één aan het vegen. Heb je gewoon niet gevoeld. Ah joh. Wel goed joh. Maar je beter als je dronken bent, dat je zo valt omdat je nuchter bent. Want je hebt ja. Alleen de volgende dag, je prikt het wel heel erg. Ja. Jij ook iedereen bellen, niemand neemt op. Ja. Ik zat binnen met Saar, ik bel eerst aan. Toen belde ik. Ik belde niet SME, maar ik mijn telefoon bij je als Daan, Stan, Rob, Deel. Ik heb iedereen gebeld. Ik heb eigenlijk niemand meer om en al 5 minuten laat dat iedereen terug is. Ja, dat is wel te laat. Ik heb je niet meer nodig. Ik heb je niet meer nodig. Ja, ik zei, ik stuurde de volgende dag jou een screenshot weg. Zo heb ik Daan geappt. Mm-hmm. En toen zei hij, wat is er? Zeg ik, laat maar. Of nee, komt goed. Mm-hmm. Hij zei gewoon opeens, hoezo bel je? Ik zeg, komt goed. Nee. Maar niemand kwam. Nee. En toen uiteindelijk moest ik gewoon iemand halen. Maar wat vind je wel echt zeg. Ja. Oh, echt een leuk feestje hoor. Ja, vond ik leuk. Leuk dat iedereen een beetje bij elkaar weer was en zo. Kroegen zijn natuurlijk ook allemaal niet open. Normaal zie je elkaar gewoon in het woudje. Ja, dat. En nu zag je elkaar gewoon daar, dus dat was wel leuk. Ja, ik vond het ook echt heel leuk. En gisteren hebben wij met familie gezeten. Even voor de duidelijkheid. Nina en alle zijn nichtjes. Ik krijg zo vaak de vraag of ze zusjes zijn, wat natuurlijk ook goed zou kunnen, want ze heten allebei Sassen. En we hebben 2 jaar verschil, dus het had ook op logisch Insta kunnen zijn. Ja. Maar zijn nichten? Ja. Echt volle nichten. Ja. Echt heftige nichten. Ja. Maar gisteren zaten we gewoon met de familie borrelen en borrelplanken. Onze tante is kok. Niet normaal. Dus die maakt dan verse gyoza's. En dimsums. Dat is en zo lekker. Soep en gewoon lekker borrelplank. Een borrelplank vol met zalm en alleen maar lekker wel nacho's. Maar het is ook gewoon leuk met de familie. Ja, onze oma is recentelijk overleden. Dus het was ook wel zo van de eerste kerst zonder haar. Daar voel je toch wel dat iedereen wat dichter bij elkaar komt of zo. Het was ook wel echt even nodig met z'n allen. Ja, leuk. Even met z'n allen borrelen en zo. Ook en het is gewoon altijd, we doen eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Het is eigenlijk zo gemoedelijk, gewoon lekker tv aan. En dan zit iedereen, heel het huis zit vol. En iedereen zit te wijnen en te bier te drinken. Ja, dat is geweldig. En de schaatsen staat aan, want dat vindt iedereen wel om te kijken. Oma keek dat altijd. Ja, oh ja. Dus dat is gewoon heel geweldig. Dat is gewoon die gezelligheid die je even nodig hebt. Ja. Saar, ik zweer dat jij er ook gewoon bij kunnen zitten. Ja.
Maar ik ga ook gewoon fucking goed met jullie ouders dan. Ja, en Daan is ook gewoon natuurlijk al 5 jaar voor jullie. Zit ook helemaal gewoon het mannetje, Frey, Noah. Ja. Helemaal. Je past er ook een soort bij of zo. Ja. Heel leuk. Niet omdat je denkt, nou, die... Maar het is gewoon, als je zeg maar een beetje makkelijk bent en gewoon sociaal en gezellig, dan pas je dan zo vriend. Ja. Ja, dus dat vind jullie familie ook echt van leuk. Ja, kent maar het is, daar had ik het gisteren met Frey over in de auto. Dat wij zo'n gezellige familie hebben, maar dat komt omdat wij als nichtjes en neefjes, we wonen allemaal 1 dorp verder. Mm-hmm. We wonen allemaal in hetzelfde dorp. Jij woont het verste van mij al, en dat is 1 dorp. Ja, en dat is 1 dorp. En voor de rest, we zien elkaar bijna elk weekend allemaal, we gaan naar dezelfde feestjes. Ja. Ja, we zijn dat allemaal leuk. Binnen 5 jaar verschil, leeftijdsverschil. Ja, dat is fucking leuk. Dus dan heb je al best wel een goede band. En gewoon onze vaders. Interesses en zo, dat is gewoon leuk. Onze vaders en ooms, die hebben met elkaar een bedrijf. Dus je bent gewoon zo veel met elkaar. Veel met elkaar, ja. Bezig. Dat is leuk. En bij jou dan? Hoe ver woont het de verste? Ja, bij mij is het... Vier ik nooit echt familie met kerst met mijn familie. Nee, we hebben te grote families. Met te veel nichtjes en neefjes. Maar ook niet met Ies en zo. Nee, maar die... Daar, daar zijn we echt met 15 kleinkinderen, met aanhang. Dat is al 30 mensen. Met, dat is, als we dat deden met kerst, gingen we brunchen ergens. Maar dat kan gewoon niet met in iemands huis. Dat is gewoon met verjaardag. Dat is niet te doen. Ging dat ook al gewoon bijna niet. En ik heb allemaal oudere nichten van 25, 30. Dus die hebben al heel erg hun eigen leven, weet je wel. Oh, en ik ben meer nog de jongere kant. Maar vroeger was het misschien wel meer, maar toen was ik heel jong nog. Ja. Dus iedereen heeft gewoon heel erg zijn eigen ding al. Dat merk je ook als mensen ouder worden rond het leeft dat ze zelf dan doen dus ook anders lichten. Ja. Tom is er nu natuurlijk ook wel bij, maar die is op een gegeven moment ook natuurlijk met Frey. Misschien gaan huisbootbeestje en dan zie je elkaar waarschijnlijk ook wel iets minder en zo. Ja, dan nodig je eerder je ouders uit dan je met het hele gezin. Ja, of liggen ze neefjes ineens of zo. Mm-hmm. Maar het was wel leuk met Emil toch? Mm-hmm. Oh, dat is ook zo'n schatje. Emilie Willy. En Emil is zo'n rol. Nou. Met je spraakopname en zo. Is het gewoon een vol? Ja, ik ook. Goed vol? Moet je rustig eten? Nou, ik zit niet vol, maar ik ga wel naar het punt vol. Maar ik zit zo lekker eten. Oké, gaan we volgende keer even doen? Oh ja. Jij weet wat het voor Alex is? Ja. Is die? Nee. Ja. Hallo, waarom voor mij? Ik ben... Oké. Oké. Nou, ik wilde die! Nou... Ik wilde die hebben! Nou, echt? Ja, deze wilde jij. Ja. Nina die had het gekocht in Düsseldorf en ik zei tegen haar... Dat was precies toen ze wegging, even gewoon even mezelf. Dus jij werd gebeld en toen ging je naar buiten. Oh ja, toen ging ik buiten staan. Ik zeg tegen haar, godsamme. Ik wilde die. Ja. Maar het was gewoon al jouw cadeau. Het was gewoon jouw cadeau. Ik zou dat niet snel kopen, maar ik vind het wel, ik wil het eigenlijk ook wel. Ja. Ik ga het ook nog kopen, denk ik. Ja. Maar dit komt gewoon, ik wil gewoon eigenlijk heel zaarder make-up dan. Wij alleen maar jouw make-up. Ja. Die 9 dingen moeten we ook echt even fixen. Amazing, jongens. Dit vind ik amazing. Leuk hè? Ja, dit dan geef ik deze gelijk je echt wat aan. Oké. Want we hebben er 3 en dan alles is het ook niet. 3? Ja. Nou, we waren zo verdiend. Oké, we doen dit en we doen dit. Zijn er nou jij dit ook maar mee? Nee. Wij zaten er ook van die oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ik zat vanochtend alles. Ja, maar eerlijk, Sarah, ik ben heel erg aangesteld in mijn oogschaduw. En ik zat vanochtend mijn oogschaduw te doen en ik dacht, nee, ik moet schaduwkast hebben. Ah, ik dacht, zat nog in de Sephora, zat je nog, oh, echt zo'n kwastje. Ja, ik zag je echt, nou, ik ga het niet doen. Ja, ik was net al van, ga ik het kopen of niet, weet je. Ja. Maar het is wel lekker als je dan krijgt. Gewoon zo'n... goede arcade, maak eens open. Ik doe gewoon sinds kort ook gewoon lekker een beetje af en toe oogschaduw ik gewoon leuk. Ja. Het staat ook mooi. Dat je alleen omgaat als je mee bent. Ja, dat is echt zo. En ik heb gewoon geen goede kwast, ik heb alleen maar die hele harde. Ja. En Saar ook altijd Saar door spullen vergeten en dan schuilt ze me gewoon mijn kwasten uit. Dat is heel ja. Dus nou ja, kan die grote pomp. Ja, dit is precies de goede die jij ook hebt. Dus dit ja? Ah. Mag voelen? Ja, dat is een goeie. Dan kan je wel lekker. Dat is goed, hè? Dit is perfect, dat heb je nodig, gaan. Ja. Oh, ik voel helemaal. Ja, dit is perfect. Maar het scheelt echt dat wij eerst met elkaar anderhalf uur door de spoor waren gelopen. Dat is niet normaal. Sarah en ik waren anderhalf in de sfeer. Ja, ik was met Sova en Essen even weg. En ik kon er nog wel 3 uur. We waren ook gewoon op alles aan het gaan. We wilden alles hebben. Ja. Maar we dachten, we moeten ook een soort op ons portemonnee hebben. Ja, dan wil je zoveel, maar dan moet je toch gaan nadenken van... Maar anders had ik het heel moeilijk geweten hoor. Realistisch blijven. Ook over Ning. Wist ze het meteen te vragen. Nou, en dat komt nu. Ja. Oh. Maar wat zeiden jullie ineens? Van, we wisten meteen, maar ik heb echt niks wat ik denk van... Nou, ik hoop dat het een goeie is. Ja, het is een goeie, maar ik vind alles goed. Nee, maar hier ben je best wel kritisch over. Ja. Ja? Maar wat is het dan? Je ogen maken! Wat Word jij helemaal zenuwachtig? Nee, ik word niet zenuwachtig.
En of het een goede is, nou, ik ben ik echt heb er nog iets anders bij gestopt, dat is snel. Oh, echt? Ja. Ik ben echt niet zo'n make-up freak die echt niet op alles. Nee, dit is het niet. Ja, maar die heb ik ook even gezien. Ja, dit is gewoon een lipbalsem. Oh, lekker, die heb ik al nodig. Ja, zo, dat is heel lekker. Dat vind je altijd lekker. Die is ook. Dat hoort er ook een beetje bij, hè? Oh my god. Dit is leuk. Ja, maar welke kleur is het? Dat wisten ze niet. Ja, we hebben deze vonden we echt het mooi. Ja, ik heb dus bij Esmee laten liggen. Echt? En die is natuurlijk naar Curaçao. Ja. Dus ik zat vanochtend. Maar ik dacht dat die ene op was ook. Hij was echt zo'n ja. Laagje, maar ik kon nog wel wat op doen. Ja. En ik wilde nog voor de video. Oh ja, het is echt mijn liefje. Maar we hebben een kleur uitgekozen, maar vonden mooi is anders. Heel is mooi. Anders. Hij is anders, maar dit vind ik mooi. Ja. Want de laatste tijd draag je ook wel wat donkerder. Dit past toch echt mooi bij jou? Oh, mij heb ik zo nodig. Oh, ja. Zo is mooi. Hij lijkt er heel erg op, hoor. Dat was die andere meer bruiniger misschien. Ja, iets meer en iets meer Newton tint. Oh, dit zie je meer, denk ik. Ja, dit is een heftigere. Maar laatst durf je best wel heftig ja. Te doen, ze vonden het wel leuk. Laatst doe je meer lippenstift op en zo. Jij bent echt met de lippen. Weet je een foto van mij? Ik ga even kijken. En we weten ook dat die Chanel echt een lieve is. Ja, maar dat is er eentje die blijft bij mij zitten. Dat vind ik gewoon... Meiden, dit had ik nooit verwacht, maar dit was ook precies op het goede moment. Jij wist dat je oppassen. Thanks, meiden. Oh yes, mijn lippen. En deze wordt ook even op. Ja. Ja, dat is heel lekker ook voor de onder, maar nu heb je het dan weer te laat. Alles goed met mijn lippen te maken vind ik fantastisch. Ja. Ik zou zo geen make-up op doen en gewoon mijn lippen alleen. Maar hij heeft een kleur, maar het is maar echt... Maar dat is lekker, als je lips hebt, mag dat een beetje. Het was heel irritant. Het is gewoon, het is eigenlijk meer een soort... Hey, Saar. Ja. En hebben we nog? Dat is voor Anna ook. Maar mag ik even deze geven aan jullie? Hoe je hier aan komt? Ja, dat heb ik gekocht. Nee. Ja, maar dat had ik heel lang geleden al. Is het lush? Ja. Ja. Je ruikt het heel erg. Maar ik had het heel lang geleden. Nee. Ik had het toen de winkels nog open waren al. Ik word echt blij. Ik voel me echt als ik net als moeder ben. Dat jij cadeautjes zelfs kan. Ja. Net ook. Nou, jullie zijn allebei wel bad girls. Ja, wij zijn gast. Wij zijn bad girls. Wij zitten echt vaak in bad. Het staat ook hier op trouwens. Dat is lekker. Oh, dit is amazing. Kijk, deze zitten erin. De Bubble Bar en een Bad Bomb. Ja, die ken ik. Voor Sarah. Nee? Zo, wat is het zwaar? Zwaar. Ik ben daar nog wel ook een heel mooi twee keuzes van, hè? Wat is dit? Wat is dit nou weer? Nee, wat is dit gin? Ja, dit zijn allemaal verschillende soorten gin. Hoe kom je hier aan? Ja, dit is toch leuk? Jij vindt gin lekker, wij drinken nooit gin met jou. Jij bent wel jij zit altijd te zeuren. Gin tonic. Ja, ik heb gin tonic. En wij lusten dat niet. Of nou, ik vind dat niet zo lekker. Maar ik weet de verschillen niet ofzo. Ja, dit is sowieso roze gin. London Dry. Zal ik even een kaartje bij me? Fucking leuk vind ik. Ik weet van allemaal losse... Allemaal losse gin. Leuk! Ja, gin is echt mijn favoriete dag. Ja, kan je lekker meenemen op werk. Nu hoef ik geen hele gin fles te kopen. Nee. Dan neem jij gewoon lekker een dingetje. Het is gewoon andere twee cadeautjes voor jou. Die zijn natuurlijk niet binnen, maar die moeten we eigenlijk wel van vertellen en laten zien in de video. Ja. Zullen we dat nu doen? Ja. Geef ik wel zo'n telefoon. Nou, we hebben eens een. ik ga het even vertellen. Een mok. Ja. Omdat we wilden eerst een koffiebeker van Starbucks. Ja. Maar we konden gewoon niet meer op korte termijn een leuke koffiebeker vinden. Nee. Sarah is koffiefreak. Ja. Starbucks bekers is een verzameling. Ja. Ja. Maar we konden gewoon geen originele leuke meer vinden in een korte tijd. Nee. Die zijn gewoon op tijd binnen gekomen. Mm-hmm. Toen vonden we deze mok en Sarah hielp met sterrenbeelden en zo. Ja. Dus dit is een zwarte mok met sterrenbeelden erop. Ja. En als je drinkt, dan geef je licht. Zeg maar het vormt naar de warmte. Maar het is gewoon leuk. Het leuke meer veranderd dan, zeg maar. Het is meer van een leukheid voor de bij. Gewoon dat jij gewoon wel van houdt. Heel leuk. Het is gewoon zo. Alleen neem ik lekker op werk. Ja, lekker makkelijk. En ik heb nu naar een op werk. Dat is zo chill. Dan gooi je van alles in je thee. Je koffie is heel leuk. Heel leuk. Oh ja, dat is het andere cadeau. Ja. Ik wist dat zou gebeuren. Kijk, dit is zeg maar een boek over je sterrenbeeld. Er staat alles in over sterrenbeeld vissen. En Saar is de laatste tijd heel veel bezig met haar sterrenbeeld. En die zit ons aan te steken, want we hebben nu ook een app met z'n allen. Dat we kunnen zien hoe goed we bij elkaar passen. Ik vind het gewoon zo interessant. Ja. Maar hier staat echt veel in over de kracht van de vissen. Gewoon eigenlijk alles. Maar dan nog meer uitgebreid. Hier kan je echt veel van leren. En ik wil, dat was ook een van mijn levensdoelen in 2022, meer lezen. Echt? Ja. Wat goed. Want het helpt sowieso heel erg voor, ik ben heel slecht in taal. Het helpt ook beter om je taal te verbeteren en ik vind het gewoon interessant. En het is rustgevend. Ja. Stel je gaat lezen voordat je gaat slapen in plaats van met die kuttelefoon. Ja. Je leert er niks van. Je kan beter gewoon iets lezen. En dit vind ik interessant en leuk om te lezen. Ja, dat vond mij ook heel leuk. Ik dacht, dat is gewoon leuk.
veel te gek dat ze helemaal iets gaan bestellen. Ik was al met die lip en die... Ja, maar jij had al dingen gekocht. Ja, en ik zei ook al net tegen Sarah, wij krijgen altijd zoveel van jou. En het is altijd, hou maar en neem dit en kom, we gaan dit doen. En ja. Jij werkt er gewoon voor. Je zegt altijd van, ja, krijg ik ook, maar je werkt er gewoon voor. Ja, oké. Okay. En nu en tuurlijk, mag je helemaal niet. Wij mogen zo hard dingen voor je houden. Als ik iets aantrek van Sarah, is altijd... Hou maar. Denk ik, hou maar. En denk ik, nee, hou het lekker zelf, maar dan hou ik het toch aan het eind. Ja. Die witte schoenen hebben we nog tijd. En dit zijn ook allemaal kleinigheidjes, maar het is heel lief. Gewoon leuk voor sommige. Het zijn wel dingen die je wel leuk vindt, zeg maar. Ja. Ja, ik nog even een jaar zo. Ja. Ja, die van vorig jaar, maar dan zijn ze niet. Oké, okay, dan doen we het laatste aan Anne. Ja. Dit was paniek bij de kassa. Ja, dit was paniek bij de kassa, maar toen dit maar. Ik dacht, weet je, doe maar, gebruik ik nog iets. Dit was echt, oh, dit vind ik leuk. Doe er maar bij. Nou, we hadden gewoon twee dingen. En op een gegeven moment was het nou, dat is helemaal leuk voor. Ja, nou goed bij. Ja, ik heb dit zelf ook. Het is echt omdat wij dat ding hebben gelopen. Amazing. Het is heel goed voor jou. Ja. En ik heb best wel, nou, ik heb... Niacinamide, dat zit er zuur in. Dat moet je dus voor je dagcreme op doen. Er zit er zuur in wat gewoon helpt tegen acne. Ik heb zeg maar sinds een jaar, nou ja, eigenlijk nu niet meer, maar sinds een half jaar heb ik zeg maar last. Mm-hmm. Opeens van mijn huid, nooit last uit van mijn huid. Ik kon serieus... Maar ook niet echt ook nee of zo. Nee, het is nu ook, valt ook wel mee, maar... Nu totaal niet. Ik heb gewoon een tijdje ontsteking gehad, moest gewoon antibiotica verslikken. Ja. Maar dat, verder heb ik dat niet echt, maar ik ben wel nu heel veel beter van mijn huid. En schoonmaken. Tuurlijk, nu ga je beter zijn met om te voorkomen voor de volgende keer. Ja. Oh, dit vind ik amazing. Ik zei dat tegen jou, ik zou het kopen, maar dacht, nou, ik doe het. Ik gun het aan mezelf, sorry. Nee, je huid is, mag ik zeggen? Je huid ziet er wel echt goed uit, hoor. Ja. Ja. Echt veel beter. Ik zeg maar nooit iets had gehad. En dan opeens had ik een soort ontsteking. Voor je dag, ja. Voor je dag. Het is een serum. En ja, niacinamide, dat staat echt bekend. Maar de ordinaire is ook gewoon goed. Klopt. Oké, okay, en dan heb ik nog één cadeau voor Nina, maar dat is ze al. Ja. Oh ja! Yes! Dit is Nina's favoriete merk. Daar heb ik dus een samenwerking mee. En ik moet 4 setjes uitkiezen, maar ik dacht, ik ga Nina er veel blij mee maken als ik... Oh ja. Dus ik heb Nina ook 2 setjes, maar dit gaan we nog even uitgebreid in de vlog laten zien. Ja, ik ga even... Die vlog maar je moet wel kijken. Aankomen. Je moet nu wel even kijken. Kijk even snel. Deze hebben we jou. Ja, deze kleur is ook fantastisch. Ja. Dus openmaken voor de kleur. Ja. Ja, maar dit is dus een van de nieuwere. Die zit heel mooi bij je bil. En ik wil deze is het zwart. Die was het. Ja, weet je wat zo schattig is? Zij wil het gewoon zo graag. Het is helemaal onderzoek gedaan naar alles. Ja, maar ze wil wel het eigenlijk als kerstcadeau wilde. Kijk, en hier zitten stipjes op. Normaal heb je camo en dat soort dingen. Ja. Streepjes. Maar hier hebben ze stipjes op. Leuk. En ik wilde een keer zo'n soort van kroptopachtig idee. Geen sport bij haar. Dit kan je en in de winter en in de zomer aan. Weet je wel? Ja. En deze, die hoort er dan bij, maar ik moet even... Heel leuk kleurtje, niet? Ja, dat is heel goed. Ja, dat is hem. Dit is het waardoor je beeld van bouwen wordt gegaan. Kijk dan. Zo'n lekker splietje. Oh, ik vind hem echt heel graag, maar dat gaan we zo doen. Mag ik hem zo doen? Ja. Ja, dit was Nina de... Dit wilde ze eigenlijk voor kerst nu ga ik vragen. Ik wil echt zo... Zwart, heel mooi. Want dat is ik moest zwart hebben, dus ik heb echt maar blauw, roze, alles. Maar ja, dit is voor de winter gewoon nog. Leuk, ja. Mooi. Nou, en dan gaan we deze er even openmaken. En Nina is helemaal de fit girl van ons. Ja. Ook nog niet zo lang, maar ik vind het gewoon leuk. Nee. Mooi. Ja, zwart vind ik altijd ook zo mooi. Deze achtergrond is best gekozen. Kijk, het loopt zeg maar zo. Heel hoog ook. Ja. Twee rondjes matjes. Snap je? Dat zie je ook altijd. Ik heb maar wat bedankt, hè. Ja, welke heb je voor jezelf dan? Ja, die liggen boven. Daar ga je zo in. Jongens, ik heb wel zin om even door te wijnen. Oh, wij gaan sowieso door wijnen. Ik weet niet. Kerstdag. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het geweldig. Dit zijn echt de meest favoriete video's om te maken. Ja. Lekker kletsen en eten. En we hebben ook niet meer door. Heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Hallo. Abonneren. Oh, ik verschrok me dood. Ik dacht die microfoon. Nee, je zit zo in. Heel erg bedankt. Vergeet zeker niet te supporten. Abonneer. En heel fijn. 2022. Ja, een heel fijn jaarwisseling. Oh, jaarwisseling is al geweest. Ja. Heel fijn 2022. Wees lief voor elkaar. Ik hoop veel mooie dingen, goeds. En laten we samen en voor elkaar support onze girl. En je gaat haar nog veel vaker zien 2022. Ja. Dus sowieso. Doei. Doei. Jongens, die lipstick. Bam! Ja! Zo. Broek.